Welkom bij InfoPlaza TV. De satellietfoto laat een flink aantal wolkenvelden in onze omgeving zien. Af en toe zit er ook een opklaringtje bij. En het lijkt erop dat in de loop van de dag de opklaringen toch wel wat terrein gaan winnen. Betekent dat de zon enige ruimte krijgt en dan loopt het kwik op tot een graad of 7. In het noorden, met name in het noordwesten, zou een enkel buitje kunnen vallen in de ochtend. In de middag ook nog steeds kans op een bui en dan is de graad of 8. Er staat niet veel wind. Uit een hoofdzakelijk zuid tot zuidoostelijke richting. In de avond gaat de wind draaien naar het oosten en neemt een fractie toe. Er zijn opklaringen, het wordt hier en daar wat nevelig. Het noordwesten van het land maakt nog steeds kans op een enkele bui, en het koelt af tot een graad of 3. Morgen is het 5 of 6 graden, in het noordwesten misschien 7 een droge dag met geregeld de zon erbij, maar wel een kille noordoostenwind. En die wind blijft in de noordoosthoek en zorgt voor een steeds koudere aanvoer. Met af en toe wat lichte neerslag, en later in de week zelfs wat natte sneeuw mogelijk. Woensdag is het nog maar 3 graden in de middag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl